Sarah vindt het altijd zulke enge kelders. Ben je er klaar voor de video? Wij hebben body weer op de bank. Oh, en ik mag iets doen wat ik echt mega, mega fijn vind. Goedemorgen, het is donderdagochtend. We zijn op weg naar de speeltuin, want Sarah heeft een trucje, zeg maar. En dat wil ze heel graag op TikTok. Dus dat gaan we even opnemen. En we moeten zo weg, dus we moeten wel een beetje opschieten. Verder wel alles klaarstaan thuis. Dus eerst dit even snel doen. Ben je er klaar voor de video? De TikTok? Ja, maar kijk, deze is een beetje open. Nou, dan doe je het een naar links. Oh nee, je kan prima op die hoor. We zijn bij opa. En Sarah is mijn moeder de auto aan het parkeren. Want we zijn met mijn moeder. En ik ben vast de kelder ingegaan. En Sarah vindt het altijd zulke enge kelders. Terwijl ik vind het absoluut geen enge kelder. Ik heb hier natuurlijk mijn Sarah-opslag. Dus al Sarah er bewaardingetjes, schoolboekjes en zo. Die heb ik allemaal hier. Want opa heeft ruimte en ik kom altijd ruimte tekort. Dus ik heb hier allemaal van die bewaarboxen in een kast. Echt ideaal. En dan staat het, het is een hele droge kelder dit. Dus echt perfect. Kijk, het is een beetje donker zo'n beeld. Maar hier heb ik dus allemaal kisten staan. Allemaal vol met de knutsel- en tekenwerkjes. Maar ook de eerste kleertjes zitten erin. De eerste speentje. Het zit er nog meer in. De eerste verjaardagskleertjes voor de eerste verjaardag. De schoolmuts van de verjaardag. En het staat dan perfect in deze kast. Ik ben altijd zo blij dat ik die ruimte hier heb. Om dat te doen. Want voor opa staat het niet in de weg. En wij zijn er gewoon mee geholpen. En het is echt de perfecte plek om het allemaal op te slaan. Nou, ik denk opeens, het lijkt wel of het in de tas zit. Maar Sarah had, ik had dit tasje had ik in een andere tas zitten. En Sarah had een nieuwe Lego meegenomen. En ik denk opeens, wat zit er nou in? Maar dat is dus van de Lego in die tasje gevallen. Dan hoef het niet. En ik heb hier weer betaald. Dan hoef het niet. Oh, dan wil ik mijn geld terug. Alsjeblieft. Zo, dankjewel. Nou, dan wil ik wel graag in de schommel, hoor. De Lego is mee. Nou, wil ik. Woe! Nou, mag ik toch schommelen? Het is wel een mega attractie. Zelfs voor mama's doen gaat hij hard zo hard draaien. Mag ik toch schommelen? Ja, hij is daar. Kijk, nou, ik heb ervoor betaald. Kijk, dat ik is meer kermis. Ja. Wie wil er suikerspin? We zijn weer thuis. Ik heb gelijk gekookt. We gaan nu eten. We eten op de bank. Jij eet. Ga nog niet eten. Nee. Ja, eerst maar even eten vast. Wij hebben Body weer op de bank. Kleine Body. Koetje. En dat wil hij nooit, hè. Hij wil wel knuffelen, maar hij wil niet geroepen worden. Body. Kom nou eens bij me kijken. Jij hebt dat ook. Dat doe ik ook al een keer. Mimo gaf wat kusjes. En dan zit je ook zo. Maar Body denkt, wat doe jij? Dat ben jij niet gewend, hè? Hij is zo grappig. Kom hier kijken. Kleine Body. Oh nee. Baby Body. Zo heet hij nu nog. Ik heb zelf een wonderlijk meidje. Kom maar. Overstapkussen. Ik wil ook met jou knuffelen. Thuis uitkijken met je benen. Toen zat ik vorig jaar ook. Toen nam hij een sprint hoor. Vind je het baasje te lief? Maar ik wil ook met jou knuffelen. Dan moet ik jaloers zijn hier.
Hij is zo anders dan Sarah wat dat betreft. Ja. Sarah is heel schattig, maar die knuft gewoon 0,0. Mijn knuffelen. Wat gezellig. Het is wel echt een knuffelkontje, hè? Mm-hmm. Wat ga je doen? Lekker, hè? Kijk zo, die knijpoogjes. Ben je aan het genieten? Vind die neusjes wat te schappen? Sarah zegt vanochtend... Mama, Sarah doet ook zo met een neusje. Oh, en weer naar het baasje. Hoi. Die had helemaal niet door dat Sarah dat dus ook gewoon altijd doet. Dat alle konijnen dat doen. Hey. En toen vond Sarah opeens extra schattig. Nou, kom je het dan met mij proberen? Hoi. Hey. Oeh, hoor je hondje waffen? Dat is je buurhond. Die kan heel hard blaffen. Kun je hoort hem helemaal. Wij hebben nog even samen tv gekeken. Daarna ik nog heel even alleen. Oh, en ik mag iets doen wat ik echt mega, mega fijn vind. Hij staat vol. Dus... ik kan de vaatwas weer aanzetten. Yay! Mijn leven niet meer met de hand moeten afwassen. En met dat blij gevoel ga ik lekker mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet een duimpje omhoog en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!